Door een erehaag van ballonnen ontvangen de medewerkers de eerste klanten. En die zijn blij omdat hun favoriete winkel nu lekker dichtbij zit. Ik woon niet 10 minuten vandaan, dat is natuurlijk wel lekker makkelijk voor mij. En hoef niet meer helemaal naar Almere met de trein. Heel erg blij. Hoef je niet meer zo ver weg. Want het scheelt mij wel weer kilometers. En het is minder ook in geld met de trein mee. In totaal zijn er 450 werknemers aangenomen. Die in anderhalve week werden klaargestoomd voor vandaag. Zo hadden ze kassa, paskamer en service trainingen. En toen hebben we ook zelf geoefend. Dus dat vond ik wel fijn dat we zelf hadden geoefend. Was ik ook voorbereid voor deze dag, dat die ook was. Ja. Vier klanten konden een golden ticket winnen, waarmee ze een flink shoptegoed kregen. Bente is een van de gelukkigen. Ik wist eerst niet dat het 100 euro was, maar daarmee kan je echt superveel kopen bij de Primark, omdat het ook niet heel duur is. En die goedkope bedragen, ja, die zorgen bij sommige klanten voor wat twijfel of de winkel wel duurzaam is. Ja, soms een beetje zorgen over de kledingindustrie en hoe dit allemaal zo goedkoop kan. Maar er staat een ander op de website. Dus het stelt mij een beetje gerust, maar... Nou, ik denk er niet zo over van duurzaamheid of wat dan ook. Heel veel mensen zeggen van het is ook, laten we zeggen, kinderarbeid. Maar ik geloof daar niet in. Helemaal, totaal niet. Het maakt natuurlijk wel uit waar de kleding vandaan komt. Maar als ik het heel leuk kleding vind, dan koop ik het alsnog wel. Dus de kassa rinkelt vandaag volop. Ik ben heel erg geslaagd. Ja, gelukkig wel. Niet meer zo ver weg van mij.